En het onderdirectoraat Sport en Jeugdzaken van het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vandaag het onderdeel vakantiescholen afgesloten. Dit gebeurde op het George Spindon Sportcomplex. Na sporten en het ontplooien van gezellige activiteiten werden de jongeren ook getrakteerd op optredens van de artiesten als Feira en Check. De afsluiting van de vakantiescholen vond niet alleen in Paramaribo plaats, maar ook in de districten Para en Coroni. Gedurende 3 weken hebben jongeren landelijk de vakantiescholen bezocht, waarbij zij verschillende vaardigheden zijn bijgebracht op sport- en jeugdgebied. Volgens Dina Westva, waarnemend onderdirecteur jeugdcentra, lopen de andere vakantieactiviteiten nog gewoon door. De vakantiecentra, zoals we dat noemen, vakantiescholen, daar sluiten we vandaag mee. Maar we hebben nog werkgelegenheid en er zijn ook nog wat educatieve dagtochten die nog uitgevoerd moeten worden. En vandaag sluiten we dus de vakantiecentraperiode, sluiten we dus vandaag af. Een periode van hoe lang hebben de kinderen dus van de vakantieschool mogen genieten? Van 6 september tot en met 23 september hebben we dus 22 september, sorry, hebben we dus de vakantiecentra operationeel gehouden. Aldus waarnemend onderdirecteur jeugdcentra Dina Westva. Het onderdirectoraat jeugdcentra van het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vandaag het onderdeel vakantiescholen afgesloten.